Goedemiddag, beste mensen. Ik sta hier op het Malieveld in Den Haag. Hier zijn voor het aankomende weekend twee verschillende demonstraties aangemeld. En zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen in de media en in de sociale media, is één demonstratie bij deze al verboden. Ik sta hier nu al wel een tijdje om te proberen om een soort van objectief verslag weer te geven van de situatie zoals die nu is en dan met het oog op het aankomende weekend. Wat gebeurt hier eigenlijk? De tweede demonstratie, de demonstratie op Vaderdag georganiseerd door Viruswaanzin, die wordt bij wet verboden. De eerste demonstratie, de demonstratie van morgen, een Black Lives Matter demonstratie, schijnt tot zover ik nu kan beoordelen, gewoon door te gaan. Hoe kan je hier een objectief verslag van geven? Dit zorgt voor een gevoel bij mij van onrecht. Van dit is niet eerlijk. Waarom het een wel en het ander niet? Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik begin te begrijpen dat het steeds meer duidelijk wordt dat het hier over overwogen keuzes gaat. Dit kan toch geen toeval zijn dat je de demonstratie van de een bij wet verbiedt en die van de andere door laat gaan? Even los van het thema. Even los van de reden waarom zich hier de mensen het komende weekend willen gaan verzamelen. Daar gaat het niet om. Onze overheid zou het net zo objectief moeten beoordelen als hoe ik dat nu probeer te doen. Mensen, het voelt gewoon niet goed. Er zijn natuurlijk verschillende signalen waaruit we de conclusie kunnen trekken dat het oude gezegde verdeel en heers in een situatie als deze nog steeds aan de orde is. Of is dat misschien iets te kort door de bocht? Heeft het te maken met de organisaties van de twee verschillende demonstraties? Want als de eerste organisatie het misschien beter heeft georganiseerd dan de tweede organisatie, dan lijkt het mij dat je als overheid even contact zoekt en dat je dan zegt van hey, ik zie dat jullie ook van plan zijn om jullie te verzamelen op het Malieveld om op te komen voor jullie vrijheden. Maar wij zien het volgende en daardoor zijn wij als gemeente Den Haag ongerust. Dan had in ieder geval de organisatie daar rekening mee kunnen houden en kunnen zeggen bedankt voor het bellen. En we gaan eraan werken om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om maatregelen te nemen waarmee de anderhalf meter maatregel toch in acht kan worden genomen. Waarom is überhaupt die demonstratie van zondag afgeblazen? En ook ik krijg een hele bittere nasmaak wanneer ik erover nadenk dat dan die van zaterdag wel doorgaat. Los van het onderwerp, ik vind het belangrijk dat wij burgers onszelf verenigen en verzamelen op bepaalde plekken om onze overheid uit te leggen, genoeg is genoeg. Wij vinden dit niet meer fijn zo, wij vinden dit niet meer prettig zo. En blijkbaar is daar morgen wel ruimte voor en zondag niet. Dat is hoe het voelt. Is dat ook hoe het is? Is dat ook hoe het werkt? Heb ik dan te weinig inzicht in het politieke bestek? Heb ik dan te weinig inzicht in de besluitvorming van gemeentes? Begrijp ik iets niet? Zie ik iets over het hoofd? Of is het onrecht? Ik vind dat het onrecht is. En dat mag best gezegd worden. Hoe kan het zijn
dat waar burgers zich verzamelen rondom een thema die voor hun beiden even belangrijk zijn, dat de een doorgaat en de andere niet. Gemeente Den Haag, leg dit eens uit. Dit is de gemeente waar onze regering is gehuisvest. Dit is de gemeente waar onze politieke leiders, waarop wij hebben gestemd, hun plekje hebben. En in deze gemeente, juist in deze gemeente, wordt de onderscheid gemaakt tussen de zaterdag en de zondag. Zullen we het beestje bij de naam noemen? Tussen de Black Lives Matters en de viruswaanzin? Of vindt de overheid het misschien moeilijk om te gaan met mensen die kritisch zijn op het huidige coronabeleid, de anderhalve meter maatregelen, de nieuwe noodwet die eraan komt? Is het een doorn in de oog voor de overheid dat wij burgers zeggen, genoeg is genoeg? Wij steunen jullie hier niet in. Maar wat is dan het belang van die overheid om die demonstratie van zaterdag wel door te laten gaan? Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer vragen er bij je opkomen. En ik denk dat een heleboel mensen zich genoeg verdiept hebben in de materie om inmiddels een heleboel vragen zelf te kunnen beantwoorden. Maar wat ik tot slot mee wil geven, is: wij laten ons niet verdelen. Wij laten ons niet uit de tent lokken. Wij laten ons niet in hokjes en vakjes drukken voor wie wij zijn of voor wie wij eventueel zouden moeten zijn. Wij zijn de burgers van Nederland. Allemaal. En het maakt niet uit welke kleur je hebt of waar je vandaan komt. Wij zijn één gezamenlijk huishouden. En dat met de rest van de wereld. Beste mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken van het filmpje. Ik hoop dat ik enigszins toch op een objectieve manier mijn gevoel van onrechtvaardigheid onder woorden heb kunnen brengen. Het betekent niet dat ik niet vind dat de demo van zaterdag, de Black Lives Matters, niet door zou moeten gaan. Als mensen het belangrijk vinden om zich te verenigen, zich te verzamelen en een boodschap te laten horen aan de mensen om hen heen of hun overheid, dan is dat hun goed recht. Dat is ons grondrecht. En dat geldt idem dito voor het thema van zondag. Als daar burgers zijn die zich willen verzamelen rondom een bepaald thema, een boodschap willen geven aan de mensen om hen heen of aan hun overheid, dan is dat hun goed recht. Dank jullie wel.